Het luchtalarm gaat af, maar... 10 seconden te vroeg. Ik wou eigenlijk net filmen. Ik heb wel, omdat het een week van geen vlees is, heb ik nog wel dit champignonburger kipcourant. Mensen, het is 3 uur, dat betekent weer tijd voor een nieuwe vlog. Top dat jij weer hebt geklikt op deze vlog. We gaan er weer iets leuks van maken voor deze dag. Er staat eigenlijk maar 2 dingen vandaag op de planning. Dat is dat ik straks naar het gemeentehuis ga om een stempas aan te vragen. Ik ga ook nog, denk ik, vanavond een gaan kijken van welke politieke partij bij mij past om te gaan stemmen. Ja, kijk, de vorige keer kwam D66 naar boven en ook GroenLinks. Alleen moet ik even kijken op de stemwijzer, dat komt zeker goed. Hier komt trouwens eventjes het luchtalarm van inmiddels 3 kwartier geleden. Het luchtalarm gaat af, maar... 10 seconden te vroeg. Ik wou eigenlijk net filmen. Nog 10 seconden, maar hij gaat af. Nou, ik denk wel dat het alarm doet hoor, maar ik weet het niet hoor, maar... Nou, we gaan weer verder met de vlog. Die luchtalarm die doet het nog steeds, uiteraard. Dat was wel even een nadeeltje inderdaad. Het luchtalarm ging 12 seconden te vroeg... te vroeg aan. Laat ik dat maar gewoon zo zeggen. Nou ja, ging die wel iets weer uit. Ik heb me ook inmiddels al helemaal klaargemaakt. Ik ga dus zo er vandoor. En dan zeg ik een beetje in de afloop hoe het was. Ik ga denk ik misschien wel filmen dat ik eventjes daar ben. Want eigenlijk mag je niet eens filmen. Ik ga poging wagen. En anders, ja, heb ik gewoon pech. En hebben jullie ook. Gewoon pech. Ik heb de vlog ook al bewerkt die jullie gisteren precies om 3 uur zagen. En ja, we maken er gewoon een toppe en leuke vlog van. Nou, ik heb 1 foto kunnen maken bij het gemeente of bij het stadhuis. En de stadhuis die zei tegen mij, nou, je bent vrij na 30 januari. Dat betekent dat je je stem pas eind van deze week binnenkrijgt. Als je dat echt niet binnenkrijgt, dan moet je dat echt regelen met de DigiD. En anders ga ik maandag nog eventjes, dus volgende maandag nog even naar het stadhuis. En dan moeten ze dat wel aanvragen, want ik heb echt recht op een stempas. Ik ga dus nog gewoon de stemwijze doen vanavond. Ik ga nog eventjes chillen hier. 2 uur heb ik een gesprek. En dan vanavond de jongerenraad. En dan, dat was. Dus ik spreek jullie zo weer. Even naar de Lidl toe om even... eigenlijk ben ik de laatste tijd van het kant-en-klaren. Ja, dat komt er meer een beetje neer omdat ik gewoon een bepaald budget heb. En dan is het een beetje kijken hoe en wat. En meestal zijn ze wel vers. Dus ik ga dat even ophalen. En dan ben ik zo terug. Ik ben er weer. Ik ben ook al, ik heb dus dingen gehaald. Ik ben een beetje chagrijnig omdat... nu in tijdsnood zit, is de laatste tijd ging hartstikke goed, alleen het is nu 5:50. Het eten moet nog fucking 4 minuten in de oven, ik ben echt chagrijnig. Ik heb wel, omdat het een week van geen vlees is, heb ik nog wel dit champignonburger kipcourant. Voor vandaag is het me al mislukt. Nou, morgen een nieuwe poging. Toilet, de keukenroller en een knobbon voor Dylan. Omdat die nog jarig is. Ja, een kauwgompje heb ik nog even gehaald.
Dus ik ga even genieten en dan ga ik ook straks onderweg naar de jongerenraad toe. Dus ja, dus vanaf nu even geen beeld van mij. Jij nog niet. Ook met je de vibes en jij laat me zingen net als een melodie. Ik heb jou nooit meer uit mijn hoofd. En de hele tijd had jij uitgesproken. Oh, ik hoop dat je mij zal begrijpen. En deze kans met mij gaat grijpen. Voordat je weer verdwijnt. Ja, beste mensen, ja, ik ben al lang terug vanuit de jongerenraad. En ja, ik zat een beetje te viben op een liedje net, die jullie niet zagen. Sorry, maar dat komt vanwege de copyright. Ja, voor de rest, dit is een heel rustige dag weer. Maar laten we zeggen, ook een kutdag, want ik heb zeg maar op 1 of 2 minuten naar de trein gemist. Vanavond bij de jongerenraad. Ja, het is een beetje, ja, om het maar zo te zeggen, ik dacht op dat moment gewoon echt dat er geen stakingen waren, omdat ik nog zo druk in mijn hoofd was. Alleen toen dacht ik op de helft van de route naar Campus de Zon. Emilio, denk eens even logisch na. Wat voor dag is het? Stakingdag. Nou. En toen dacht ik, nou, ik red het wel, lekker snel fietsen. Maar nee, ik was 14, 15 over, was ik daar. Ja, en toen dacht ik gewoon, weet je, fuck it, ik ga hem ook gewoon niet pakken, omdat ik gewoon niet kan redden. Sorry voor het geknip. Ik heb vanavond ook nog even, nou, vannacht, het is al nacht trouwens, een vegetarische, of zoals vegan kipschnitzel gehad. Man, oh man, oh man, wat is dat lekker. En gelukkig zijn ze deze week bij Lidl 99 cent. Hashtag Noed, ik laat het wel gewoon zien. Dat ben ik dan ook niet de broerst in. Ja. Kipsnitzel. Ja, ik heb de rest even in de vriezer gedaan. Ik heb nog steeds het pannetje durf staan. Die is nog een beetje warm. Maar 99 cent deze hele week bij Lidl. Ik zweer het je, dit is echt een aanrader, ook omdat het de week van GVLees is. Ook al heb ik het gisteren niet gehaald. Ja, dat dus. Dus ik ga denk ik deze week misschien nog 2 van dat halen, zodat ik dat even in de vriezer kan doen. Ja, dat schot toch nog wel een hoop geld uiteindelijk op de eindstreep. Maar ik denk dat ik ook hier bij de vlog afsluiten. Het was een lange dagje voor mij geweest. Niet veel gedaan, maar de dingen dat ik deed, ja, dat was wel dat ik een beetje moe van werd. Ja, ik weet niet, maar dat komt ook omdat ik, ja, op de nacht van zaterdag naar zondag 2,5 uur heb geslapen. En afgelopen nacht 6,5 uur, ja, dat compenseert het eigenlijk niet. Dus ik ga gewoon lekker zo slapen, dus ik sluit de volgende dag af. Ik heb jij genoten van deze vlog? Echt waar? Echt? Nou. Ik zie eigenlijk of je het nou echt leuk vond of niet. Nou ja, als je het in ieder geval top vindt, blok dan maar even snel met een duimpje omhoog. Nou, top, dankjewel. Abonneer hier beneden als je het uiteraard nog niet hebt gedaan. En hopelijk zie ik jou morgen weer bij een nieuwe vlog om 3 uur in de middag. Gewoon zoals vanouds. En zeg zoals altijd, la-ters.